descendait les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Annick Nagels, eerste schepen van de gemeente Genk, die ons enorm steunt. Ons, dat zijn de twee groepen die hier vandaag de activiteit opzetten. Dat is de groep Bewoog uit Bokrijk, waarbij Jan Zons, dat is de man die gemaakt heeft dat hier een steen, een herdenkingssteen staat, voor het vliegtuig dat iets verderop, als je een klein wandelingetje maakt van een paar meter, is gecrashed en toch misschien een beetje om alle misverstand te voorkomen. Dat vliegtuig is hier wel gevallen, maar de mensen die erin zaten, die zijn zowat overal neergekomen. Die hebben zich kunnen op dat ogenblik in veiligheid brengen. Maar dankzij enkele mensen, maar vooral één man, zijn deze mensen ook in veiligheid gebracht. En als we straks hier iets zullen onthullen, dan zul je daar zien staan waar die bemanning naar in veiligheid is gebracht. Dat is namelijk naar het kasteel in Vogelsang. De baron Jean daar was een enorme verzetsman die al in Hoei was opgesloten in 1941. Het vliegtuig is later gevallen, dat kunt u ook straks lezen. En die dus heel de oorlog aan mensen die geallieerden die moesten onderduiken of naar Russen die uit de mijnen waren gevlucht, onderdak heeft verleend. Bewoog staat voor de werkgroep die zich bezighoudt met het onderhoud van de oorlogsgedenktekens, de twee oorlogsgedenktekens hier in Bokrijk. Zoals Roger al zei, is het precies 75 jaar geleden, een paar uur geleden, dat hier achter ons in het bos een bommenwerper neerstortte. 6 jaar geleden, in 2013, hebben wij deze gedenksteen opgericht. Voor het vliegtuig en voor de piloten die dus hier crash zijn ontsnapt. Een tweede gedenkteken hebben we verderop in de Berenbroekstraat opgericht. Het was hetzelfde type van vliegtuig dat daar neergestort is. En elk jaar herdenken we die gebeurtenissen en dan gaat onze aandacht altijd naar de vliegeniers. Maar deze keer willen we dus daar ook de verzetslui bij betrekken. Sinds 1941 trokken meer dan 190 Amerikanen, 126 Britten, 29 Canadezen en 15 Australische en Nieuw-Zeelandse militairen door Limburg. Dat zijn er in totaal 370. Wij weten met zekerheid dat er 284 vliegeniers daadwerkelijk geholpen werden door ongeveer 300 Limburgers. Die als hulpbezorger of begeleider in die actie betrokken waren. Aan René en Jules Jaspers en aan alle verzetslieden brengen wij vandaag de hulde die zij verdienen. Een vrije strijder, een partizaan met alles erop en eraan, zal beteren, telefoonlijnen en mannen met geweren observeren. In vijandelijke terreinen slijpen, ondergrondse tunnels bemannen met piloten en gevluchte Russen. En dan maar in Luik kleren voor die mannen kopen. Met de fiets hopen dat ze terug thuiskomen als vrije knapen. Wel een beetje schrik voor een zwarte vlek, maar wat een avontuur. Ik was graag zoals René geweest. Ik was niet graag zoals René geweest. Bang, heel de tijd lang, moe, niet meer weten hoe. Met de Gestapo achter me aan voel ik, het is gedaan. Slagen, schoppen, geweld, had mijn man dat voordien verteld. Ik was niet graag zoals René geweest. Bittere kou in die kampen, bittere kou, stampen. En toch waren wij graag als René geweest. Een held dat dient verteld. Hier in Bokrijk en Zonhoven, voor de vrijheid van zijn land, gaf hij alles in pand. Een held dat dient verteld. Wij waren zo graag als René geweest. We kunnen hier vandaag in vrijheid staan,
Omdat die mensen, soldaten, maar ook verzetsmensen, of misschien zelfs vooral verzetsmensen, de wapens hebben opgenomen en ervoor gezorgd hebben dat de vijand verslagen werd. En ik wil graag aansluiten bij de woorden van Roger. We hebben daar al uren over gepraat, dat we enorm dankbaar moeten zijn aan mensen zoals René en vader Jaspers. Al die namen die hier genoemd zijn, maar er zijn er nog zoveel, tientallen anderen, moeten we heel dankbaar zijn. Want ik denk dat het nog een verschil is als je soldaat bent en in uniform bent, terwijl je bent gewone burger en je neemt op een bepaald moment in het leven je verantwoordelijkheid op. Je zegt van, ik kan dat niet langer aanzien dat hier nazi's de baas zijn in mijn land. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op en ik probeer daar iets aan te doen. Het zij door gewapend verzet, het zij door kranten en persberichten uit te sturen. Briefjes om de mensen goede moed te houden bij de mensen, ze ook op de hoogte te houden. Ofwel door piloten te helpen ontsnappen die daarna terug kunnen gaan vechten tegen die nazi's. Dus een bijzonder woord van respect ook voor al die verzetstrijders vandaag en zeker voor de mensen die hier vandaag gehuldigd worden. Eerst zou ik in naam van mijn familie dank willen brengen aan de organisatie van deze mooie huldiging. Het eerbetoon aan die verzetstrijders. Wij appreciëren dat enorm. Ik kan niet alle namen noemen van de mensen die hier aan de basis liggen van deze huldiging, maar ik wil zeker de heer Jan Zoons, Alex Marouf en Roger Rutte bedanken en vragen onze dank over te brengen aan hun medewerkers en sympathisanten. Deze 7 bemanningsleden die hier op dat plaatje staan en die uit dat vliegtuig zijn gesprongen, werden door mijn grootvader en mijn vader allemaal geholpen in de bossen van Vogelsang. Roger en Jan hebben dat al uitgebreid belicht. Ook andere mensen van het verzet natuurlijk, hè, dat zijn niet 2 mensen niet alleen, maar dat is een hele groepering Evasion Linie Comet geweest. Ik sluit ook af met de woorden van de 98-jarige Bill Robertson. Hij schreef in hoofdletters in zijn mail en hij richtte zich dat tot al die verzetsleden. They will not be forgotten. Ik dank u. Die vlag heeft een beetje op een wat stoute wijze achter onze rug al een deel van de boodschap die hierop staat kenbaar gemaakt. Maar het laatste stukje, Jan, dat mag jij ontbloten. En daar ziet u een foto. Eigenlijk heb ik me vaak de vraag gesteld, was het niet een beetje onvoorzichtig, dat die mensen die toen zo'n groot gevaar liepen, zich lieten fotograferen tussen Russen en tussen geallieerden, want dat kon wel eens materiaal zijn dat tegen hen gebruikt kon worden. En bij de derde foto ziet u waar Guy op alludeerde, Bill Robertson, die ons de hele crew van mensen die hier de herdenking doorzet getrakteerd heeft en die hier op zijn 90ste het hoofd boog voor deze herdenking steen.